Ter gelegenheid van de 800ste verjaardag van Boskoop dat afgelopen weekend gevierd werd, is ook het Eredivisie Beachvolleybalcircuit op zaterdag en zondag neergestreken in het Kwekersdorp. De finales werden afgewerkt op het parkeerterrein van Flora, waar een tijdelijk beachvolleybalveld is aangelegd. Met als finalisten aan de ene kant van het net Jannes van Ham en Thijs Nijenboer. En onder in beeld zien we Tijmen Heemskerk en Mick Toet. Het is niet helemaal voor niks dat dit beachvolleybalweekend in Boskoop gehouden wordt. Er wonen namelijk toch wel wat grote beachvolleybaltalenten in het dorp. De grootste van allemaal is Sam van der Loo. Die ook een keertje opzien baarde op een groot internationaal toernooi. Staat ook te boeken als een van de grootste beachvolleybaltalenten van Nederland. Deed ook mee, dit Eredivisie weekend kon alleen in de poolfase geen potten breken samen met zijn partner Quinten Groenewold. Eerste set van deze mannenfinale is gewonnen door het koppel van de Ham Nijenboer. Met 21-15. Van de Ham deed al eens mee aan de Europese kampioenschappen beachvolleybal. Legt zich tegenwoordig op het zaalvolleybal. Komt uit in de Eredivisie namens Orion uit Doetinchem. Maar in de zomermaanden beachvolleybalteam doet hij nu met Nijenboer. Die al eens in de World Tour uitkwam. Nijenboer en Heemskerk trouwens vormden tot voor kort een duo samen. Maar nu niet meer. Spannende slotfase in de tweede set. Het staat 19-19. Als deze bal net niet gehaald wordt, wedstrijd en kampioenspunt voor Van der Ham en Nijenboer. Heemskerk en Toet trouwens speelde in de groepsfase tegen een van die andere Boskoopse beachvolleyballers, Erik-Jan Rotvoes. Ook hij bereikte de volgende ronde niet samen met Jeroen van Zwieten. En dat matchpoint wordt verzilverd door Van der Ham en Nijenboer. Zij winnen het Eredivisie weekend in Boskoop in de setstanden 21-15 en 21-19. Dan door met de vrouwenfinale. Esther Kramer en Lara Overwater in het blauwe tenue. En in het rood-roze spelen Daisy Poys en Iris Reiners. Setpunt voor Poys en Reiners wordt weggewerkt door de dames in het blauw. 20-20. Een set in het beachvolleybal gaat tot de 21, maar er moet wel altijd met 2 punten verschil gewonnen worden. Dus vandaar dat het nu bij 21-20 in het voordeel van Kramer en Overwater dat er doorgespeeld wordt. Maar daar is de 22-20. En dat betekent dat de eerste set is voor de dames die een belangrijk deel van hun volleybalcarrière in de zaal gespeeld hebben in België. Overwater doet dat bijvoorbeeld bij Beveren. De tweede set is ietsjes minder spannend. Wordt gewonnen door Poys en Reiners. Met 18-21 betekent dat er een derde en beslissende set nodig is. Die gaat dan niet tot de 21, maar tot de 15. En het is spannend. 12-12 is de stand. Goede smash die binnenvalt. 13-12 voor Poys en Reiners. Die dan zelf mogen gaan serveren. En daar is de 13-13 die binnengeslagen wordt door Esther Kramer. 13 gelijk dus. Service wordt goed gepareerd en dan binnengeslagen binnen de lijnen door Reiners. 14-13 voor dat koppel. En op wedstrijdpunt wordt er dan vervolgens door Poys in het net geserveerd. Gaan we dus nog even door. Want ook in die derde en beslissende set zijn 2 punten verschil noodzakelijk. Naar de bal en die kan net niet worden gepareerd door Overwater. En zo op 15-14 een tweede wedstrijd en kampioenspunt voor Daisy Poys en Iris Reiners. Naar de setup. De smash wordt geblokt. En dan uiteindelijk net geen nieuwe aanval voor Kramer en Overwater. Want via het net krijgt de duo de bal niet onder controle. En dan wordt de finale verloren door Kramer en Overwater. En zijn Daisy Poys en Iris Reiners de winnaars.